Bij restaurant Het Theehuis in Grouw is zondagmorgen een grote uitslaande brand uitgebroken. Omdat het restaurant een rieten kap heeft, kon het vuur snel om zich heen slaan. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Jelleke Bauma, persvoorlichting Brandweer Leeuwarden, licht het ontstaan van de brand toe. Nee, de oorzaak is niet exact bekend en die zal ook niet exact bekend worden. Want de brand is dusdanig verwoest dat er geen onderzoek gedaan meer kan worden. Oké, was dat restaurant op dat moment open voor de gasten? Ja, hij was zojuist open gegaan. Er waren nog niet veel gasten. Oké, maar het personeel was wel aanwezig? Ja, het personeel was aanwezig en die heeft de brand ontdekt. Dus ze zijn toen meteen naar buiten gegaan. Iedereen mee naar buiten genomen en ze hebben de brandweer gebeld. Oké, ja, rond 10:15 is de brand ontstaan. Wanneer had de brandweer het onder controle? 2 uurtjes later, rond 10:15, zijn brandmeester. Oké. Hebben de omliggende panden ook schade opgelopen? Ja, er zat 1 woning deels aan het restaurant vast. En die woning is beschadigd geraakt. Die heeft rook, roet en waterschade opgelopen. Maar het is wel gelukt om die woning te behouden. Het vuur is niet overgeslagen. Oké, ja. In die wijk waren ook 85 huizen die zonder stroom zaten. Hoe is dat zo gekomen? Weten jullie dat toevallig? Ja, er zat een stroomverdeelstation van Liander naast het restaurant dat in brand stond. En dat stroomverdeelstation die voorziet eigenlijk die woningen in die wijk van stroom. En vanwege de brand moest die tijdelijk afgesloten worden. Met het in vlam vatten van het theehuis raakt Grouw een begrip kwijt. De eigenaar van het pand is ontdaan door de brand. Nou, de schok is enorm. Voor iedereen in Grouw. Het is voor ons in het bijzonder natuurlijk. Maar het is een stukje historie wat hier weggerukt is. En zoals je kan zien, het is, er is niks meer van over. Het is over en uit. En ik begreep dat u niet ter plekke was op het moment van de brand? Nee, wij waren een paar dagen in België aan de kust. En we zijn in 10 minuten in de auto en ik krijg een melding van een personeelslid van kom hier maar heen, want het is mis. Nou, we waren al in de auto en dan wordt het een hele lange rit. En dan zie je beelden voorbij komen. Ja. Dat is niet best. Nee, dat kan ik me inderdaad voorstellen. Hoe waren de reacties in Grouw? Nou ja, Grouw nog steeds is. Grouw leeft enorm mee. En dat. Dat is een warme deken. Het is geweldig wat ze hier. Iedereen leeft mee. En voor iedereen is het een drama natuurlijk. En wat moet je doen? We gaan vooruit kijken. Ja, u bent nu al aan het vooruitkijken? We zijn vanmorgen aan het brainstormen geweest van over dingetjes. Ik kan er verder nog niet veel over zeggen. En we gaan vooruit. We gaan weer opnieuw. En dat zal niet hetzelfde theehuis meer worden. Dat is voorbij, helaas. Maar toch gaan we er weer wat moois van maken.